Twee presentatoren van Q-Music zijn 5 dagen lang geketend aan elkaar. Leuk, maar ook wat afgekeken van Eva en Dylan van Top Radio, die wat er ook gebeurt, aan elkaar vastgeketend blijven. Met metaal dat geen enkele slijpschijf open krijgt en een elektronisch tijdslot dat pas na 1 week opent. Ja, ik dacht eigenlijk dat ik ondertussen al compleet zot geworden zou zijn, maar het valt al bij al nog mee. Nee, bij mij eigenlijk ook al. Al moeten we wel eerlijk zijn, Eva. We hebben heel veel geluk tot nu toe, want niemand van ons is al naar het groot toilet gemoeten. Dat klopt. U kan trouwens thuis ook nog altijd stemmen op leuke uitdagingen die wij moeten doen op www.topradio.be. Oh, Eva. Ja? Ja, ik zie hier al binnenkomen wat wij vanavond moeten eten. Ai, 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 wat is het? Chili con carne. Ai, ai, ai. Dat belooft. Oh. Een vetzak. Ik denk dat wij dat goed doen zo, wij twee samen. Dank u. En online 65% meer bereik dan op een normale maandag. Ja. Zeg, gaan we straks dan iets gaan drinken of zo? Samen? Ja, maar als collega's, hè, Dylan. Dat hebben we afgesproken in het begin dat het niet opnieuw raar gaat worden tussen ons. Ja, nee, tuurlijk. Nee, als collega's. Ja, we zijn gewoon het leukste radioduo van België, ik dacht. Maar professionele. Ja, absoluut. Hey Dylan, we gaan wel een kei toffe week van. Ah! What the fuck? Eva? Oh nee. Dat gaat nu toch niet. Allee, dat spel niet losraakt tot daar, maar ik kan toch niet blijven doen als. Dylan, je bent al on air. Go. Hey ho, dit is Dylan van Dylan en Eva doen de ochtend. En wij hangen nog steeds aan elkaar. Je zal Eva iets minder horen, want zij ligt in een kunstmatige coma tot de zwelling in haar hersenen is afgenomen en haar schedeldak er opnieuw op mag. Maar volgens de dokters ziet het er goed uit. En dan nu Mariah Carey met Endless Love. Eva? Eva, nee! En zo gaan we ons Eva herinneren als de radioster die zo lang in onze ether heeft geschitterd. En dan denk ik dat we exact nu nog net een woordje van Eva's vaste sidekick, Dylan. Dag vrienden en familie van Eva. Het is voor mij, maar vooral voor Eva, een zeer uitdagende week geweest. Maar laat ons vooral niet vergeten dat er vanaf maandag een nieuwe uitdaging voor de deur staat. Met de top 800 van de jaren 80. The 80s will never die. Eva.